Welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel. Vandaag ga ik een hele lekkere vegan omelet maken. Ik heb wel vaker vegan omelet gemaakt, meestal met kikkererwtenmeel. Maar vandaag ga ik een versie maken met tofu. En ik ben daardoor geïnspireerd door de tofu omelet van Albert Heijn, die onlangs is verschenen. En die heb ik ook al geproefd. Ik zal hieronder de video linken waarin ik dat laat zien. En die vond ik erg lekker. En ik dacht, ik wil thuis ook wel gewoon zo'n eigen tofu omelet kunnen maken. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb hem gisteren al gemaakt, maar ik dacht ik ga hem ook voor de video opmaken, zodat je kunt zien hoe ik dat heb gedaan. Dus super lekker, dus ik vind het helemaal niet erg om hem nog een keer te maken. Ik heb nodig een blok tofu en je hebt nodig kala namak, oftewel zwart zout. En zwart zout is een goedje wat heel zwavelachtig ruikt en het zorgt voor een geur en smaak wat heel erg op ei lijkt. Onmisbaar in dit gerecht. En wat geelwortel voor een gele kleur. Daarnaast een klein beetje bloem. En dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Laten we beginnen. Oké, we gaan beginnen met het blok tofu. Voor de meeste gerechten wil je dat er zoveel mogelijk vocht uit de tofu is geperst. Maar in dit geval is het wel de bedoeling dat het een beetje vochtig blijft, zodat straks de kruiden goed blijven plakken. Ik snij het blok tofu doormidden. En de helft die ik niet ga gebruiken, doe ik gewoon in een bakje met het water uit de verpakking van de tofu. En dat kun je dan nog een paar dagen in de koelkast bewaren. Nou, dit is dus de helft van het blok tofu. En dat snij ik dan op deze manier in hele, zo dun mogelijke plakjes. Nou, je kunt hier ongeveer, nou, 6 omeletten uithalen. Ik heb hier 6 plakjes uit kunnen halen, uit die helft van de tofublok. Dan heb ik hier een bakje en een theelepel. 1 theelepel kurkuma, oftewel geelwortel, flinke theelepel in het bakje. En dan een theelepel met kala namak. En dan gaan er 2 theelepels met bloem bij. En dat meng je dan in het bakje. En het mengsel, dat strooi ik op een bord. En dat spreid ik zo uit over het bord heen. En dan verhit ik wat olie in een pan. En dan neem ik een plakje van de tofu. En die is nog wat vochtig. En die doe ik dan door het mengsel wentelen. En dan gelijk in de pan. En dat doe ik dan met alle plakjes. En dan draai ik ze om met de spatel na een minuutje ongeveer. En dan bak ik ook de andere kant. Het ruikt al helemaal naar ei. De omeletjes zijn klaar. Ze zien er goed uit aan allebei de kanten. En nu ga ik de sandwich samenstellen. Ik heb 2 bruine boterhammen geroosterd. En ik heb een avocado fijn geprakt. En dan ga ik de helft van die avocado op een boterham doen. Want dat smaakt echt heerlijk bij dat ei. Nou ja, vegan ei. En dan gaan die omeletjes erbij. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet. Het is gewoon net echt. En wat ik er echt heel lekker bij vind, is Everything But The Bagel Seasoning. Ik heb het hier al vaker over gehad. Dit is een mengsel van onder andere sesamzaadjes, gedroogde ui, knoflook, maanzaadjes en zout. En dit is heel populair in Amerika. Daar heb ik het afgelopen januari gekocht, toen ik daar op vakantie was. En ik heb het geproefd. Ik vond het zalig. Ik snap echt de hype. Ik kan er natuurlijk niet zo makkelijk naartoe. Dus ik heb het zelf gemaakt. En het recept daarvoor zal ik hieronder linken. Het is echt een aanrader. Wij strooien het echt over van alles. Over salades, nou ja, over dit soort gerechten. Dus dan strooi ik hier wat van overheen. En klaar is mijn sandwich omelet met avocado. Zo. Nou, ik ga hier echt heerlijk van genieten. Met een kopje koffie. Ik had hem gisteren al dus gemaakt en al op. Dus ik weet hoe het smaakt. Maar oh, dit is zo lekker. Mmm. En nu zul je je misschien afvragen, welke vind je nu lekkerder? Je zelfgemaakte tofu omelet of die van Albert Heijn? Ik vind ze allebei lekker, maar ze zijn wel heel verschillend. Deze heeft veel meer smaak. En die van Albert Heijn is wat flauwer. En ook qua structuur is die veel steviger en dikker ook vooral. En dit is natuurlijk zo dun of zo dik als je zelf wil. Maar ik vind deze toch echt lekkerder. Maar ja, dat is gewoon smaak. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer uit. Wat mij betreft ga ik dit echt vaker maken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ga je dit nou ook maken? Vergeet dan niet een foto te maken en het op social media te plaatsen. En mij te taggen, @wateetjedanwel. En de hashtag te vermelden van Wat Eet Je Dan Wel, zodat ik het kan zien. Vind ik hartstikke leuk om te zien. En dan vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Daarmee zou je me enorm steunen. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!